rondom het vliegveld vallen er plotseling witte stipjes uit grote Duitse vliegtuigen. De parachutisten der Fallschirmjäger. Zij lijken opeens overal. Snel komen deze Fallschirmjägers op het vliegveld af. En dan gebeurt er het volgende. Maar de Nederlanders verdedigen echt hardnekkig. Menig parachute valt ter aarde. Het vliegveld is één grote ravage. Zowel aan de Nederlandse als aan de Duitse kant zijn er grote verliezen te betreuren. Er zijn doden, maar ook veel gewonden. De oorlog is inmiddels al lang voorbij. Wij hebben ons na 70 jaar verzoend. Het is uiteindelijk alleen maar belangrijk dat wij dit niet vergeten. Duitsers, die liepen dan door die straten heen en die zongen. Hè? Wir fahren gegen Engeland. Verdomme dat. Dat een klein landje als wij toch maar zo verrast kunnen worden door je buurman. Ja? Die daar met een overmacht binnenkomt. Terwijl bij eigenlijk van parachutisten helemaal niks was. Dat is wel allemaal vreemd. Het was een volkomen verrassing. Ja. Je bent door dit alleen al zo verschrikkelijk boos dat wie je dan ook als Duitse soldaat ziet, het is echt of hij of jij en dan maar hij. Ik ga niet naar Duitsland. Nee, piek er niet op, wat moet ik er doen? En ik heb misschien dan toch altijd het vreemde gevoel. Ja, ik ga er niet naartoe, want dan pikken ze me alsnog op. Wat ze in 40-45 nagelaten hebben. Idioot, ik geef het toe. Maar dat gevoel heb je. Omgeven van de kilometerbreiten mündungsarmen des Rijns ist das Herz der Niederlande mit den wichtigsten Städten Amsterdam, Rotterdam und Den Haag eine einzige Riesenfestung. Sie muss fallen, um die Basis für die beabsichtigten englischen Operationen zu Land und in der Luft in der Nordflanke der deutschen Stoßarmeen auszuschalten.
Ik sta hier voor een kaart die gebruikt werd in mei 40 door generaal Winkelman, de Nederlandse opperbevelhebber. En op deze kaart kunt u heel duidelijk de Nederlandse positie zien aan het begin van de strijd in de meidagen. En dit is de reconstructie van die staf van waar de Duitsers op 10 mei zich bevonden. Heel belangrijk is dit punt, de inbraak bij Gennep met een panzertrein. En vervolgens gaat de panzerdivision deze richting Moerdijkbrugge. Hier hadden de Duitsers in de vroege ochtend van 10 mei parachutisten geland. Hetzelfde geldt bij Dordrecht. Waalhaven is in Duitse handen. Deze aanval van die parachutisten verloopt voorspoedig. Groot verschil met de luchtlandingsoperaties rond Den Haag, waar de Duitsers een aanval deden op 3 vliegvelden, maar door de Nederlandse verdedigers al heel snel omsingeld werden en vervolgens die vliegvelden los hebben moeten laten. Met andere woorden, de Duitse aanval op de vesting Holland mislukte in eerste instantie in Den Haag. Toen hoorden we in één keer een geweldig aantal vliegtuigen in de lucht. En iedereen zei, oh, die gaan bombarderen in Engeland. Maar niets was minder waar. Zij gingen vanuit de Noordzee, kwamen ze terug en bombardeerden Den Haag. Men denkt eerst nog dat ze naar Engeland gaan en ze draaien om. En vervolgens krijg je hier om zo 5 of 4 uur 's ochtends de eerste bombardementen en beschietingen. Zowel van de vliegvelden, maar ook van kazernes. En het gebouw waar u nu te gast bent, bevindt zich op een locatie die getroffen is. En er is in het gebouw aan de overkant, zijn 's ochtends op 10 mei, zijn 80 leden van de cavalerie gesneuveld. En op dat moment zie ik de bommen vallen op de Alexanderkazerne, waar 53 soldaten sneuvelden en zoveel paarden. En toen dacht ik weer, wat een heldhaftigheid, hè? Om zo zonder enige oorverklaring onverwachts aan te vallen. Dat vind ik, dat blijf ik altijd nog misselijk vinden, hè? Dit is mijn ouderlijk huis in de Crespijnstraat, waar wij destijds toen woonden. En dit is mijn kamer aan de voorkant van de straat. En dit is het dak waarvan alle foto's zijn gemaakt met deze Leica-camera. Ik ben 's nachts via het raam hier naar buiten gekropen met vader en we zijn op het dak terechtgekomen. En we zagen op een gegeven moment heel in de verte vanuit Scheveningen 2 vliegtuigen aankomen. Dat was tussen 3:30 en 4:15. Dat we allemaal tegelijk wakker werden door een luchtgevecht vlak boven de Haag. En ik werd wakker door een geweldig lawaai, schieten en rumoer op straat. Dit is een opname van het dak van de Crespijnstraat af. En dan zien we hier de huizen van de Wolde-Piemonkade en de Veenkade. Daarop het dak zie je nog iemand in pyjama staan, die ook natuurlijk overvallen is door dat lawaai wat in de lucht plaats heeft. En je ziet daar diverse vliegtuigen op die foto. Ik zag hele grote vrachtvliegtuigen. En langzaam. Je zou zeggen, je kan ze zo pakken. Hè? Niet hoog. Die dingen maken ontzettend veel lawaai. En de werkelijkheid, moet ik eerlijk onderkennen, dat dat nog niet zo erg tot ons doordrong als dat het zou worden die dag der verschrikking van die 10 mei. Die 10 mei, ja, toen hoorden wij dus op een gegeven moment allerlei vliegtuigen in de lucht en een heleboel herrie en schieten. En dus wij gingen dus naar buiten. Ik ging met mijn broer, woonde hier ook nog in. En die zag die jonkers vliegen. Ja, die kwamen hier dus van het westen vandaan en die vlogen zo richting Ypenburg. En dan zagen wij dus jonkers die gooiden daar parachutisten naar beneden, weet je wel. En toen zei mijn broer, potverdomme, nou is het oorlog hoor, zegt hij. Bij onze buren aan de overkant, daar zat een voltreffer uit het vliegtuig, zo uit het vliegtuig. Zo in het huis gegooid. En die kwam in de kinderwagen terecht, maar die kinderwagen stond in de bijkeuken. Het was morgens nog vroeg, dat kind lag nog in de wieg natuurlijk, dus er lag niks in. Maar het was om 9:00 al een voltreffer in de kinderwagen, schuin over ons.
Wat we hier zien is enkele uren later, om 5:35 heb ik hier in dat boek geschreven, dat een vliegtuig geraakt wordt. Die komt vanuit zeg maar richting Voorburg Leidschendam aanvliegen. En die wordt door luchtafweer geschud, aangeschoten en die gaat al brandend naar de aarde. En iedereen op het dak ging staan juichen. Het was toch de vijand. En wij vonden dus ja, dat die 18 man of 20 die er misschien wel in zaten, ook dan maar dood moesten. Wij woonden op het Julian van Stolbergplein in het Bezuidenhout. En dan zag ik een vliegtuig aankomen, of in ieder geval brandend aan zien komen. En zien eerst, dat heb ik helemaal gezien. Vanuit mijn slaapkamer op de tweede etage, die zo eigenlijk de Adelheidstraat inkeek. Op 10 mei 1940 was mijn vader Frans Smits 24 jaar oud. Hij was vrijwillig dienend militair bij het Landstormkorps Luchtwachtdienst en stond op wacht voor het hoofdkwartier van de luchtverdediging in Bezuidenhout. Hij kreeg op een bepaald moment de opdracht van de luitenant Ott om zich te begeven naar de Adelheidstraat, want daar was een Junkers 52 vliegtuig neergestort. Het lag daar nog, toen hij eraan kwam, lag nog na te roken. De olie spatte nog half uit de motor. Hij is daar binnen gegaan. Hij kreeg de opdracht om allereerst de wapens na te kijken. Maar die karabijnen waren allemaal krom. De bemanning was dood, vliegers dood. Die infanteristen die erin zaten waren overleden. En er lagen ook allerlei verwrongen Trelleborg-fietsen. Naast die fietsen lagen ook heel veel documenten. En die documenten zijn natuurlijk heel erg belangrijk, want die werden overgedragen aan de officieren van de luchtverdediging en officieren van het toegesnelde politietroepen. En die werden weer weggebracht, die documenten, dus door een panzerwagen naar de Amerikaanse legatie. Dat bleken later dus de von Sponeck-papers te zijn. Dit zijn ze dan, de von Sponeck-papieren. Bij toeval in Nederlandse handen geraakt, dat ze zijn gered uit brandende neergeschoten Junkers. Een bonte mengeling van geheime inlichtingrapporten, operationele stukken, die werden meegenomen door de Duitse militairen die ten doel hadden in Den Haag de koningin, het militair opperbevel en de regering gevangen te nemen. Hier een eenvoudig plattegrondje, ook weer afkomstig uit het toestel uit de Adelheidstraat. Landingsplaats 1, 2, 3. Vanuit deze drie vliegvelden zou worden opgerukt richting het centrum van Den Haag. Dit is het vliegveld Ypenburg. Dit is het vliegveld Valkenburg. En dit is het hulpvliegveld Ockenburg. Deze kaarten werden verspreid onder de verschillende eenheden die zouden moeten oprukken naar het centrum van Den Haag. Als we deze kaart nu bestuderen, zien we hier de respectievelijke landingsterreinen naar plaats 3, naar plaats 2, plaats 1 daarboven. Maar we zien ook de beoogde objecten die de Duitse eenheden moesten innemen. Belangrijkste natuurlijk, Paleis Noordeinde en daarnaast aan het Lange Voorhout het militair hoofdkwartier. Wat we hier zien is een plattegrond van Den Haag. Hierboven staat Sperrzone für Bombenwurf, gelijkzijdig meldekarten. Je ziet hier de drie vliegvelden. Daaromheen staat precies aangegeven het gebied waar niet gebombardeerd mocht worden. Dit alles ter bescherming van de eigen troepen. Hier geht es über holländisches Land. Hier
hier bij Ypenburg, Okkenburg en Valkenburg was de lijn van je gaat er eerst met gevechtsvliegtuigen overheen. Vervolgens gaan de parachutisten naar beneden. De meeste bij Ypenburg, zo'n 3000 bij Valkenburg en nou, ongeveer 1000 bij Okkenburg. En als die één keer het vliegveld in handen hebben, dan kom je met gewoon vliegtuigen naar binnen gevlogen. En daar zit die luchtmobiele infanterie zit erin, die stapt uit. En dan gaan die vliegtuigen weer terug naar Duitsland. En dan even later komen ze met verse lading. Nou, en dat laatste gaat dus helemaal mis. Fallschirmjägern sprangen auch Kameramänner der Propagandakompanien ab. Niemand hat ooit van Parachutisten gehoord of gezien. En de soldaten kwamen dus uit de lucht vallen en vuurden al vanuit de lucht op onze troepen. Dat was zo vreselijk, dat kun je helemaal niet voorstellen. Wij waren nog de echte, de brave jongens. Als, ik herinner mij dus, als we in de Herenstraat in Wateringen een huis binnen was, dan belden we netjes aan. Terwijl de Duitsers met de kolf van het geweer eraan insloegen en naar binnen gingen. Dus dat was voor ons helemaal nieuw. Ik had nog nooit een Duitse parachutist gezien. Ja? En die lui die zagen er zeer gevaarlijk uit. We hadden van die grote helmen op en van die mooie camouflagepakken aan. En van die stokhandgranaten die ze zo in de laarzen staken. En dan hadden ze nog achteraf 30 motorfietsjes meegenomen. Alleen maar voor Okkenburg. En die laden ze allemaal uit. En die lui waren direct gemotoriseerd. Het Duitse leger, dat waren door en door getrainde soldaten, die dus al in Polen meegevochten hadden, waren gemiddeld 4 tot 5 jaar ouder dan wij. En wij waren dus nog nieuwbakken, eigenlijk nog recruten dus, wat ze dat noemen. En bovendien hadden zij allemaal gemechaniseerde wapens, mitrailleurs, terwijl wij met een hembrugkarabij moesten schieten, maar zetten 5 patronen in. Dat was alles. Ze wisten zelfs de zwakke plekken van onze panzerwagens. Want waar ze gemaakt werden in Zweden, die fabriek was toen al eigendom van de Duitsers. Nooit achtergekomen. Ja, ik kwam eraan, toen zei die commandant van Delft, die zei, oh, dat treft, ik ga vanavond over Schier aanvallen langs 2 wegen. Toen zat ik daar en toen zei die man, een van de overste, geloof ik, die zei, nou, ik wou om 6 uur ten aanval gaan. Het is nu zo laat. Maar overste, hebben mijn mensen nog niet gegeten, riep een of andere kapitein. Ik was maar net tweede luitenant. Ik riep van achteruit de zaal, is die kapitein soms vergeten dat er oorlog is? Iedereen kijkt hoe dat zo'n jongen dat zegt. Nee, aanval is niet doorgegaan. De volgende dag pas. Als je naar het Nederlands leger kijkt voor de inval, dan heb je te maken met een leger van ongeveer 280.000 man. Als gevolg van de keuze die in het begin van de jaren 20 is gemaakt, bestond dat leger uit relatief veel oudere reservisten. Dus huisvaarders die tijdens de mobilisatie weer werden opgeroepen om de dienst te komen. Een ander kenmerk van het leger was dat er maar een tamelijk beperkt beroepskader was. En dat betekende dat de leiding, de commandovoering, in niet geringe mate afhing van reserveofficieren en reserveonderofficieren. En daar zie je hetzelfde beeld. Dat waren vaak ook de wat oudere, bedaagdere huisvaarders.
Inzwischen haben die deutschen Truppen die ersten niederländischen Befestigungslinien durchstoßen. Der holländische Soldat leistete überall harten Widerstand. Dem deutschen Ansturm allerdings war auch er nicht gewachsen. In zügigem Vormarsch geht es über die gut gepflegten Straßen immer tiefer in das Land hinein. Die Verbindung mit den gelandeten Fallschirmtruppen soll schnellstens hergestellt werden. Die schnelle Überwindung der vielen Kanäle, deren Brücken fast ausnahmslos gesprengt worden waren, gehört zu den hervorragendsten Leistungen unseres Heeres in diesem Hollandfeldzug. Uit dit Duitse inlichtingenstuk blijkt zonneklaar dat het Duitse opperbevel al in het voorjaar van 1940 op zoek was naar de privéadressen van het Nederlandse opperbevel. In dit geval generaal Winkelman. Dit stuk werd verstuurd op 9 april 1940 door de Duitse militair attaché in Den Haag aan het Oberkommando des Heeres in Berlijn. Hier zien we een knap staaltje Duits spionagewerk. Einsatzgruppe Veldman. Samengesteld een lijst van Nederlandse personen die volgens de Duitse inlichtingendiensten als Duits vijandig te boek stonden. Met naam, toenaam en adres. Als Den Haag zou zijn ingenomen, dan zouden deze personen als eerste worden opgepakt. De von Sponeck papieren zijn uniek. Het geeft inzicht in de operationele besluitvorming. Het geeft inzicht in het inlichtingapparaat. Het geeft inzicht in de overmoed, maar ook de bravoure van de Duitse aanval op Nederland. Het gewaagde plan, de aanval op de residentie. Hier zien we ook zo'n prachtig inlichtingendocument. Een hele lijst met garages. Nou, wat was het idee? De Duitsers moesten zo snel mogelijk optrekken vanuit de landingsplaatsen naar Den Haag. Ze hadden daar auto's, brandstof voor nodig. In deze garages konden ze auto's vorderen, brandstof vorderen en zo snel mogelijk daarmee oprukken naar het centrum van Den Haag. We staan hier bij de Haagse Schouw. De brugovergang over de oude Rijksstraatweg naar Amsterdam vanuit Den Haag. Deze plek was een belangrijk toneel van gevechten rondom vliegveld Valkenburg in de vroege ochtend van 10 mei 1940. De Duitsers hadden plan opgevat om naast de verovering van de vliegvelden ook de toegangswegen daartoe af te grendelen. Zo was deze brugovergang een belangrijke toegangsweg vanuit Leiden naar Valkenburg. Duitse parachutisten hebben deze brug ingenomen en in de vroege ochtend van de 10 mei 1940 hebben Nederlandse eenheden deze brug op de Duitsers heroverd. Waardoor ook de herovering van vliegveld Valkenburg diezelfde dag nog plaatsvond. En al die vliegtuigen die daar probeerden te landen, die werden bestookt door die artillerie. Toen zijn die moffen daar teruggeslagen. De Duitsers die hadden naar mijn mening geen flauw benul, ja, dat ze zoveel weerstand zouden ontvangen. Er waren dus een aantal van die souvenirjagers natuurlijk, die neem je overal. En ik was daar dus ook en ik ging dus in zo'n jonker. En ik zag allerlei mooie dingen. Ik heb dus een kompas gevonden en ik heb dus die kaarten. Maar u kon gewoon dat vliegtuig in? Gewoon een vliegtuig in en sleupen wat je wilde.